Stel je voor dat je dochter ook carrière wil maken in de wetenschap. We zouden wel zorgen maken als zij een bepaalde studie zou inlopen. Want dat zou toch een clash gaan vormen. Het is ook nog wel een gevoelig onderwerp, want wat vrouwen terecht niet willen, dat is aangesproken worden op het feit dat ze vrouw zijn. Dus dat er een soort impliciete veronderstelling was van zij weet het niet goed. Zij heeft dat inmiddels wel geleerd, dat toch daar krachtig in te staan. Dat Nederland zo slecht scoort op het terrein van vrouwelijke hoogleraren vind ik al heel lang een gênant raadsel. Kijk, je realiseert je terdege dat onze oudste dochter bijvoorbeeld nu, die promoveert deze week en ze is zwanger. Ik vind het heel erg confronterend. Ik heb enorm veel liefde voor de wetenschap en voor opleidingen. Maar als je als ouder daarnaar kijkt en zegt, mijn kind moet hier zich thuis voelen. Eigenlijk over dat soort vraagstukken, over gelijkheid van vrouwen, gelijke kansen voor vrouwen, vrouwen in de wetenschap, dat we het daar eigenlijk nooit over hebben. Door de ogen van mijn dochter. 5 hoogleraren over hun dochters en een carrière in de wetenschap.